Breda Nu. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Loeihard, Vrij Projecten en Goed Zooi. Welkom allemaal, dames en heren, bij de allereerste aflevering van Mike's Mini Pubquiz. Het programma waarin we op zoek gaan naar de allesweter van Breda en omstreken. En vandaag bijten twee superleuke kandidaten het spits af. Ja, hier staan ze, Bart en Mitch. Bart, stel jezelf eventjes voor. Nou, ik ben Bart, 28 jaar. Ik kom niet oorspronkelijk uit Breda, maar werk wel in Breda. Ik woon samen en heb een poes. Je hebt een poes? Ja. Wat heet de poes? Poes. Oh, die heet gewoon Poes. Die heet Poes, ja. Jullie waren inspiratieloos. Zo gaat dat. En aan de andere kant staat Mitch. Mitch, vertel, wat doe jij in het dagelijks leven? Ik ben Mitch, 24 jaar. En ik ben eindbaas van het creatieve bureau Goed Zooi. Punt. Oké. Okay. Kort, hè? Kort en bondig. Ja, we hebben maar 15 minuten natuurlijk. Hè. Hey, jullie hebben een mooie drukknop. Ja. En daar zit een geluidje onder. Laat even horen welk geluidje je hebt, Bart. Sorry. Oh, het waren tegelijk. Nog een keer. Een schaap. Ja. Ja, druk maar. En een kip? Ja, en een kip. Jullie houden van dieren? Ja. Ja, heel erg. Heb jij huisdieren? Nee. Geen huisdier? Nee. Je hoeft geen huisdier? Nee. Hou niet van huisdieren? Nee. We gaan beginnen naar, met de allereerste ronde. Hebben we er een beetje zin in, jongens? Ja. 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 Ja? Nou, lekker enthousiast. Met dat enthousiasme gaan we naar ronde 1. En de ronde 1 is zoals altijd de fotoronde. De kandidaten krijgen 6 foto's te zien. En de vraag is bij elke foto precies hetzelfde. En in deze aflevering krijgen jullie 6 mannen te zien die allemaal een baard hebben. We zijn op zoek naar wie is het? Wie is de man met de baard? Hier is de allereerste vraag. Wie is dit? Bart? Maarten van Rossum. Maarten van Rossum, dat is goed. Yes. Kijk, jij krijgt 2 ballen. Dat is mooi. Maar aan het krijg je daar nou 2 ballen voor? Ja, hij krijgt 2 ballen, omdat hij de vraag goed heeft. Dat is heel het spelletje, Mitch. Oké, precies. Ja, dat heb je nog niet verteld. Nee, dat je daar 2 dat ballen ga ik nu vertellen. Ja. Je krijgt 2 ballen per vraag. Oké, leuk. Wie aan het eind na ronde 3 de meeste ballen in de vaas heeft, die speelt de grote zenuwslopende finale. Ja? Spannend. Ben je klaar voor, Mitch? Ja, ik ben... Voor 2 ballen is vraag 2. Wie is dit? Ik heb geen idee. Geen idee, allebei niet. Ik geef de vraag aan Mitch. Mitch? Ja, leuk. Bedankt voor de vraag, Mike. Nee, dit is Jeff Bridges. Jeff Bridges. Nou, waar speelt hij in? Paul Brugge. Is een acteur, Amerikaanse. Oh, okay. We gaan naar vraag nummer 3. Misschien weten jullie deze wel. Wie is dit? Ja. Nou, het is... Ja, jullie zijn niet van de mannen... Volgens mij is het iemand uit Stone. Is het Harry Potter? Ja, Harry Potter, ja. Niet Harry Potter. Nee, dat is Lord of the Rings. Nee, ook niet. Ja, Lord of the Rings, maar wie is het? En dan weet ik het niet meer. Je weet het niet. Bart, jij mag het nog zeggen? Frodo. Frodo, nee. Dit was Gandalf. Gandalf, dus geen ballen verzameld, geen ballen verzameld. Wat een onzin. Ik merk dat mannen met baarden is niet jullie thema. Nee, zeker niet. Nee, ik val ook niet op mannen met baarden. Je valt niet op mannen met baarden. Je hebt er zelf ook geen. Nee. Je hebt wel een kleine, ja, het begint te komen. Ja, maar het is nu niet zo veel als Gandalf, hoor. Nee. Dat gaat het ook nooit worden. Nee. We gaan naar vraag nummer 4. Wie is deze man? Ik vind het een moeilijke ronde. Het is een moeilijke ronde. Wie is dit? Ja, vast en zeker een psycholoog. Ja, Hendrik Freud is niet of zo. Ja. Nee, dat is niet Freud. Einstein is het niet. Is het Freud? Freud is niet Freud. Ja, nee, tuurlijk niet. Karl Marx. Tuurlijk. Jij wist het ook niet, Bart. Mentaliteit. Ik wist het ook niet. Nee, geen idee. Nee. Ik zit niet zo wat in fantastisch, mannen met baren. Twee tegen nul. Ja. Een Nederlandse man. Nummertje 5. Wie is dit? Ja, Arie Boomsma. Arie Boomsma, dat is goed geantwoord. Kijk, eerste 2 ballen. Maar hij heeft wel een Arie Boomsma. Ja. goed, we gaan door. We gaan naar de laatste vraag van deze ronde. Wie is deze man? Mitch? Van Gogh. Hoe is het met zijn voornaam? Vincent. Vincent van Gogh. Hey, mijn geluidje zit stilte voor. Ja, dus dat hoor voor, je niet. Leuk voor jouw geluidje. Zelf, is jouw schuld? Jij mocht het zelf inspreken, heb je niet gedaan. Nee. We gaan naar de tussenstand. 4 punten voor Mitch, 2 punten voor Bart. En met die stand gaan we door naar ronde 2. In ronde 2 is het tijd voor de meerkeuzeronde. Je krijgt een vraag en daar passen 4 antwoordmogelijkheden bij. Nou, de vraag is natuurlijk welk antwoord is goed. Juist van die 4. Ja. Zijn we er klaar voor? Je mag pas antwoorden als ik het antwoord D heb opgenoemd. Oké. Okay. Ja? Essentieel. Dus even wachten op je beurt. Ja. De spelregels zijn vraag nummer 1. Hele leuke vraag. Hoeveel beschuiten zitten er in een rol beschuit? Zijn dat er A 11, B 13, C 15 of D 17? Mitch. 11.
11, dat is fout. Da. Nou mag Bas nog een keer raden. Ik denk 13. 13, dat is juist. Yes. Ja, maar dat antwoord, dat zag hij al. Zo dat kwam het al in beeld. Dat is echt oneerlijk. Ja, stop. Concentratie. We gaan door naar vraag nummer 2. Wat heeft iemand die aan daltonisme leidt? Heeft hij A, astma, B, epilepsie, C, faalangst of D, kleurenblindheid? Daltonisme, wat heb je dan? Wat? Kleurenblindheid? Kleurenblindheid, dat is goed geantwoord. Kleurenblindheid. Jij bent niet kleurenblind? Nee hoor. Heb je een andere rood shirt aan, heb toch? Je andere aandoening? Meerdere, maar laten we het daar vandaag niet over hebben. Nee. Nee. Dat is een goede content. Goede content dit. Hey, we gaan door naar vraag nummer 3. Let op. Genoeg gelachen. Vraag nummer 3. Welk orgaan heeft het meeste lijden onder alcoholmisbruik? Ja. A. Lever. Nou, Mitch, B. De mild. C. Alvleesklier. Of D. De nieren. Mitch, ja, de lever. De lever. Ja. Nou, dat zeg je wel stellig. Ja. Dus dat is goed, denk je. Ik heb daar ervaring mee. Je hebt ervaring met alcohol. Die is inmiddels al afgestoten. Ja? Jij ligt er wel een paar. Of meer dan een paar. Of meer dan een paar. Ja. We gaan door naar vraag nummertje 4. Het gaat over vliegen. Jullie vliegen wel eens? Ja. Ja? Waar ben je voor het laatst heen gevlogen? Griekenland, denk ik. Griekenland? Ja. Ja? En jij? Cambodja. Cambodja. Oh, dat is wel ver. Ja, ja, ja. Was leuk? Ja, bijzonder. Bijzondere reis. Ja, bijzondere reis, absoluut. De vraag is namelijk, welke vlucht duurt het langst? Okay. Is het A, van Sydney naar Tokio? B, van Reykjavik naar New York? C, van Amsterdam naar Cairo? Of D, van Londen naar Moskou? Mitch? Van Sydney naar Tokio. Sydney naar Tokio, dat is helemaal juist. Goed, was het een gokje? Ja, totaal. Totaal? Sydney naar Tokio duurt namelijk ruim 9 uur. Reykjavik, New York kan in 5 uurtjes. Amsterdam, Cairo in 4,5 uur. Zonder overstappen. Zonder overstappen, in een rechtstreekse vlucht. En Londen naar Moskou in 3,5 uur ongeveer. Ja? Dus Sydney-Tokio was al verreweg de langste vlucht. We gaan naar de laatste vraag van de keuzeronde. Spannend. Zo, het gaat snel, hè? Het gaat snel, ja. Het vliegt voorbij als je het leuk hebt, Mike. Het is wel binnen de tijd, denk ik. Als je het leuk hebt. We hoeven niet te haasten. Wat is het beroep van Malle Babbe uit de hit van Rob de Nijs? Is ze A, een stewardess? Nee. Is het B, een zuster? C, een matroos? Of D, een prostituee? En Bart was als eerste. Ik zeg D. D, een prostituee? Je kent het nummer? Ja. Nou, laat een stuk. Malle Babbe, kom, Malle Babbe, kom hier. Ja, wat is dit? Ken je Malle Babbe niet? Nee, ja, Rob de Nijs, dat is een beetje voor jouw tijd, denk ja, ik. Ja, voor mijn tijd. Zullen we doorspoelen? Ja, we spoelen door. We gaan even naar de tussenstand kijken, want wat is het toch spannend, jongens. 8-8. Oeh. Maar er kan echt van alles gebeuren, dus. We gaan naar ronde 3. Ja, en ronde 3 is de muziekronde. Een van mijn favoriete rondes. Ja. Kandidaten krijgen een liedje te horen. We zijn op zoek naar de titel en de artiest van het nummer. Beide moeten dus goed zijn. Titel en de artiest. Okay. Handen bij de knop, ja. Want hier komt het eerste liedje. Ja, Bart. Het is Helene Fischer met Atemloos durch die Nacht. Goed geantwoord, Bart. Yes. Dat ik dit weet. Je bent van de Duitse muziek? Nee, helemaal niet. Nee, wat is jouw favoriete muziek? Anita Meijer. Anita Meijer. Ja. Anita Meijer. Ja. En jij, heb jij een favoriete muziekgenre? Nee. Alles. Niks? Alles. Behalve dit dan, dit. Blijkbaar. Ja, behalve dit. Helemaal niks van je houdt niet van Duits. Nee. We gaan nu naar een Engelse hit. Dus misschien weet je deze wel. Ja. Nummer 2. Daar weet ik de naam niet van. Staat hij allemaal achter de camera in te seinen? Nee, dit wordt hem niet. Nee, dit wordt hem niet. Ik zal het zeggen. Het waren de Dexys Midnight Runners met Come On Eileen. Jongens, kan er ook iets uit mijn voor mijn tijd? Kan er iets in mijn tijd? Misschien komt het nog. Misschien komt het nog. Ja, zou leuk zijn. Misschien komt het nog. We gaan naar vraag nummer 3. Hier is hij. Nederlandstalig, ja, klap ik dat Nederlandstalig. Ik kom niet op de titel. Ja. Ja, leuk het was het niet, hè? Hele leuke ronde. Ik weet geen titel, maar de artiest zou. Doe maar.
ik heb echt zeggen. Ja, zeg het was de dijk met dansen op de vulkaan. Dansen. Op de vulkaan. Het is toch anders, Mike. Als je nou onder die lampen staat met camera's is op je neus. Al, ja. Als je thuis op de bank zit, dan denk je, hoe kan je het niet weten? Maar als je dan hier staat, is het lastig. Was natuurlijk een dijk van een hit in jouw tijd. Ja, precies. We krijgen nu twee totaal andere vragen. Wel, we blijven in de muziekronde. Maar je krijgt nu een liedje te horen in een andere jasje. Spannend. Een bekende hit. We zijn alleen maar op zoek naar de titel. Dus je bent van de artiesten verlost. Alleen de titel van het nummer zoeken we. We gaan beginnen met de vraag. Vraag nummer 4. Hier komt. Beetje jazzy. Een bekende hit. Deze tijd, Mitch. Komt er zang bij of niet? Misschien. Ja, zou leuk zijn. Alleen de titel. Nee, het wordt hem niet. We hebben het al lang gewacht. Ja, is het? Nu zeggen. Take Control? Nee, fout. Het was Bad Guy. Ah. Bad Guy van Billie Eilish. Tuurlijk. Je kent hem toch wel? Ja. Het is wel jouw tijd dit. Ja, dit is mijn tijd. Ja. We gaan naar de laatste vraag van de muziekronde. Ook weer in een ander jasje. Ander jasje. Komt hierna nog een ronde of zijn we hierna? Nee, dit is de laatste vraag van de ronde. Dus je moet nu wel punten scoren, Mitch. Dus we spelen nu ergens om, hè? Hier komt de laatste vraag van de muziekronde. Luister goed. Je herkent hem, Ja, ik herken hem. Nou, de titel nog. Because I love you too much, baby. Wordt hem niet, hè, jongens? Het is heel kut, dit, hè? Zal ik het maar gaan zeggen? Ja. Ik ga het zeggen. Zoals Elvis Presley met Suspicious Minds. Suspicious Minds. Suspicious Minds. En dat betekent dat we aan het eind zijn van ronde 3. En dat betekent ook de eindscore. Nou, maak me gek. 8 punten voor Mitch. En 10 punten voor Bart. Dus dat betekent dat we helaas afscheid moeten nemen van Mitch. Eén paar ballen na. Op één paar ballen na. Ongelooflijk. Maar hoe vond je het om deel te nemen in de allereerste aflevering van deze pubquiz? Een eer. Ja, absoluut. Ja. Nou, fijn dat je er was. Fijn dat ik er mocht zijn. Ja, misschien tot ziens. Krijgt hij nog een pennenset of iets? Hij krijgt niks. Nee, geen krokje, geen pennenset. Het is een troostprijs. Het is echt zielig. Je mag een paar ballen mee naar huis nemen. Neem maar mee. Ja, pak je allemaal ook gewoon. Gierig. Ja, ik ben ook gierig. Ik ben Nederlander. Ik ben een Nederlander, goed zo. Ja. We gaan met jou door naar de zenuwslopende finale. Ja, het is tijd voor de zenuwslopende finale met Bart. Alle punten die je in deze finale verzamelt, neem je mee naar de grote finale als je daar terechtkomt. Dus probeer zoveel mogelijk punten te pakken. Je krijgt allerlei vragen op je afgevuurd. Elke vraag begint in dit geval met de letter O. Ja. Of elk antwoord van de vraag bedoel ik. Ik begin met de letter O. Dus doe je best. Dan gaan we. Een minuut de tijd. Dan gaan we. Je tijd gaat nu in. Welk evenement vond in 1960 plaats in Rome en in 2012 in Londen? Pas. Olympische Spelen. Waar staat de letter O voor in de afkorting KNO-art? Oren. Ja, goed. Hoe wordt het ruige binnenland van Australië genoemd? Geen idee, pas. De Outback. Welke lekkernij wordt in het Engels Dutch Donut genoemd? Oliebol, goed. Ja. Wie speelde Sandy in de filmmusical Grease? Olivier Newton-John. Ja, goed. Wat is het beroep van Maurice de Hond? Onderzoeker? Nee, opiniepeiler. Hoe heet de sneeuwpop uit de film Frozen? Oscar. Nee, Olaf. Olaf. Okay. Welke dierentuin is te vinden in de plaats Renen? Auwans. Ja, goed. In welke maand gaat de wintertijd in? Oktober. Ja. Voor welk land is Kiev de hoofdstad? Oslo? Nee, Oekraïne. Finland. Welk stripfiguur is als kind in een ketel met toverdrank gevallen? Pas. Obelix. Welke dolfijnsoort is het grootst? Was? Orca. Hoe noem je de broer van je moeder? Oom. Ja. Wat bereken je door de lengte en de breedte te vermenigvuldigen? Omtrek. Oppervlakte. Helaas. Maar de tijd is ook om. Je hebt het goed gedaan, Bart. Nou, hoe vond jij dat het nou, ging? Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Kan het opnieuw? Nee, het kan niet meer opnieuw. Je hebt 6 punten gehaald. Jezus. Gewoon een nette score. Nette score. Nou, ja. Net score. Kon iets beter. Ja, dat vond ik maar ook. Ik vind dat het goed heb gedaan. Dank je en nou. Het was de allereerste aflevering, hè? Iemand moet iets pissen. Ja. Tot in de halve finale, want daar sta je. We moeten er nog één, hè? Ja, we moeten er nog één. Die speelt de halve finale. Nog gezellig. Dat is ook leuk. Ja, dat is leuk.
bedankt. En u ook bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer bij Mike's Mini Pubquiz. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Loeihard, Fraai Projecten en Goed Zooi. Breda Nu.